Drukkerij van Roelands. En de drukkerij van Roelands, ja, daar worden de kaartjes op de bus en de tram. Ja hoor! En ook de boeken gedrukt van Frans van Havens, Piet Paal. Ja, en die woont in het recht voor ons huis. Daar woonde Frans van Havens. En toen het 100 jaar geleden was dat, hij, dat zijn overlijden werd herdacht. Toen heeft men hier een voorstelling gegeven. Die zit weer aan de koren beurs, hè? Dat het punt 1 maatisch depressief was. En punt 2 zijn vrouw overleed en zijn zoontje overleed. En toen heeft hij gemeen dat hij zelf ook een eigen hand het leven moest maken. Het was alles wat met u te maken heeft. Het was altijd het laat weggehaald. Het was een klein koetsje over de havenleed. Heeft menigeen een traan gepleegd die hier op de tribune zat. Jammer is het dat hier stond de brandersknecht. Moet je je voorstellen, die brandersknecht nu bij Sina staat. Die gebogen man, met die klomphaan, met die kan van 30 liter. En het glaasje is een blikje, want hij wil een liter je leven per dag. Het voorstel, want hoeft die vrijdag binnen wat te doen. Hier stond de brandweer aan de andere kant, u kijkt. De Jeff, de visser van de deur, de arrogantie ruimte van de hand. Ja, daar is ook weer zo'n een. Helaas is het beeld verplaatst. Gaan we terug naar de Dodendam die Hebben we nog even de tijd om daar een lange haven hier. Ja, dat is een lange haven. Ja. Dat heet de korte haven. Dat is een lange haven, dat is de korte haven. Links van ons. Komen we net uit. Hij zei dan, als hij zelf geen tijd had, als hij zelf tijd had, was dat hij zelf ook ervoor zet. Dat gaat er allemaal mee. Dan zei geen tijd. Ja, maar ze is komen in de gaten. Er staan nou weer andere mensen, hoor. Als je de tweede keer begon te zeggen, is het een ernstiger standje. Je zou kunnen wegwijken, hij krijgt twee keer de gele kaart. Piet Heineken met Delfshaven, hoor! Piet Heineken uit de buurt, maar uit Delfshaven. Ja. Ik zal thuis moeten stoppen. Ja. Nou, die twee. Ja, dat is een zakkendrager. Hey, ja, die Rode Roeiersvereniging, die moesten die grote schepen naar binnen toe roeien. Als sleebootjes. Roeiend. Volgens mij de verkeerde. Ja, de verkeerde. Met een prachtig huisje. Ja, die grote huisjes hebben we weer. Ja, het weer schuin voor het zakkendragershuisje staat het beeld van de brandersknecht. En ik hoop... Het is gezongen allemaal, hè? Ja. Dat er is vader om het beeldje terug te krijgen tegenover die installateur. Dit is het pand van Buffers, ook een installateur. En dit was een van de rijkere, want hij had ook twee eigen schepen. En een van die twee schepen was de stad Schiedam. Vandaar ook de steen boven de deur, de stad Schiedam, refereert aan... Ja, dat zijn die heel ouderwets. Ja, ouderwets nog, dat is juist leuk. Nou, die Engelsen waren ook leuk hoor, die Engelse lampjes en telefooncellen. Waren nou bijgesteekt? Nou, heel simpel. Heel veel boeren kwamen uit de polders naar de stad om spoeling te halen. Ja, de weg wordt afgezet nou, want de brug moet open. Die is ook al oud hoor, die moeten ze ook eens opknappen. Ja, de Koenmarktbrug hebben ze een paar jaar geleden helemaal opgeknapt. Het is helemaal gerestaureerd. Ze hebben heel lang afgesloten geweest daar. Dat is een ding als je kop krijgt. Ja, maar dat ken je, aan de andere kant zit een contragewicht. En daarom gaat die met niks open en dicht. Omdat de andere kant een heel groot gewicht aanhangt. En een grote put in de grond. Ja, die is hier van Boomhond, echt een oude watergang naar de grond. Hi Moppie! Lekker Moppie! Met een stevige blow in je bek! Ja, ja.
Hij vond het niet leuk dat jij met het even de blauwe in mee. En ik bleef hem filmen. Ja, hallo, schipper! Daar woonden oude mannetjes. En die oude mannetjes, die kochten daar, al ook nog een beetje geld, die kochten daar een woning voor een oude dag. En kregen daarvoor een droog met een vlees. Ja, je kunt er ook in, je kon de combinatie kopen voor de molens en de boot. En dat wist ik ook niet, maar daar hoorde ik niet van. Dat is dan een beetje jammer, dan heb je beter een combinatie genomen. Maar dan houden voor de molens voor het volgend jaar, joh. Mijn neefje, die is nou in die molen waar we vertrokken. Nou, dat zijn feestzalen. Dus. 3 of 4 verdiepingen en elke zaal heeft zo zijn functie. Ja. Ja, dat is een oude burger, doordat er maar één zin heeft gewoond, is die dan verplicht. Nee, is daar. Oh, het is twee lijst? Nee, een ruïne. Het is echt een burg, maar helemaal groot. Daar moet je liggen, je kunt hem net niet zien. De hele tour. En elke keer als ik het weer vertel, dan word ik zelf heel raar en enthousiast. Want datgene wat er allemaal staat en wat we nog hebben op aan onze toeristen. En ook onze het was geld wel waard, hè, die 6,5 euro. Oh, heb jij het ook door? Ja, ja. Meestal is het duurder, hoor. Ja, maar gaan we mee, hè? Ja. Normaal gaat deze vlucht open. En te vroeg licht. Had je ook toen geweten? Nee. Gaat u nog steeds goed zijn? Nee, ik woon hier al 8 jaar. Ik heb nog nooit een rondje gevaren. Nou, ik ook. Nee? Ik ook. In Delft, in Amsterdam. Overal in Antwerpen en Delft en Amsterdam en overal. Maar je eigen stad. Nee, maar je eigen stad zie je niet zo, hè. Omdat je er woont, vind je het niet zo interessant meer. Maar als je een dagje weggaat, dan vind je het ineens interessant. Ja, en het weer nog, hè. Ja, maar nou is ook brandersfeest. Ja, en ik reed je toevallig langs, ik wist dat ze om 12 uur vanochtend. Oh, dat wist je. En plaats genoeg en prachtig weer. Ik zei, nou moet ik het toch maar eens een keertje doen. Dat heb je goed. Ja. Oh, ik heb er geen spijt van. Nee, in Delft heb je ongeveer dezelfde rondtocht. Dat is ook heel mooi hoor, Delft. Ja, het is ook allemaal even mooi. Ja. En Amsterdam was helemaal leuk. Ja, het is allemaal leuk hoor. Ja. Aanvankelijk stond hier een pindakaas, het enige leuke wat eraan was, dat is gewoon een uur. Hoe lang je er nou op zit of zo? Meer dan een uur zitten we zo meteen hoor. Ja, we zitten nou precies een uur. Oh, toch. Ja. Het moet nou een uur worden. Ja, iets meer is nog. Oh, dat is normaal. Ja, nou zitten we precies een uur op, zeg ik. Ja, dat is van 12 uur heen. Is nou, we zijn nu. Maar opletten straks bij die nieuwbouw, zie je. Dat steamgat, dat rolt op wat? We hebben het weer mee, hè? Ja, het is prachtig weer. En hier stond ook een branderij, de Kratos. En de Kratos is een vulkaan op Indonesië. En in 1901 vloog die Kratos in de brand. En het waaide zo hard dat de wolken van die brandende Kratos vlogen naar de overkant en daar stond molen de palmboom. En de palmboom raakte in brand. En die palmboom raakte op een dusdanige manier in brand dat er maar een klein stukje van overbleef. En als ze van deze kant invaren, kun je precies zien, daar zijn net even op die blokjes en dat lange gat in de nieuwbouw, kun je precies zien wat er van overgebleven is na de brand. Dat donkere gedeelte bleef dus staan. Ah, ze hebben hem herbouwd. De molen was verdwenen. Ja, ik zie net. Het donkere stuk is de oude molen. Hij heeft tot 1991 geduurd, 90 jaar, voordat ook weer diezelfde Reinier Scheres, als voorzitter van de Stichting de Schiedamse Molen, aangaf, jongens, we gaan die molen terugbouwen. En dat is gebeurd na 90 jaar. En daarnaast ligt weer drie grote kabouter. En als we dan stiekem naar de andere kant gaan kijken, dan zien we daar verschijnen 10 van die kleine branderijtjes naast elkaar. Ja. 10 van die kleine branderijtjes. Nee, het heeft dus hier helemaal volgestaan met die kleine branderijtjes. Ja, 400 waren er vroeger. Dat we die 10 nog hebben.
En gaat het goed? Ja, en nu zie je mooi dat stiefgat. Ik weet niet wat erachter zit. Het schijnt dat het helaas niet meer ingericht zoals het wordt. Dat zou ik hartstikke leuk gevonden hebben. Maar ze staan, de namen moet je mij niet vragen. Ze hebben gewoon zelf maar een naam gekozen. En dus naast die team Brand Rijken zien we geweest achter mij die Noordmolen verschijnen. En als we zo meteen nog een keer verder varen, dan zie je ook de molen de vrijheid. Als je dan even doorrekt, zie ik weer bij de Tricorenbloemen. Maar het kleine stukje hebben dus zichtbaar drie molens. Spoeling werd naar de boeren gebracht. En een spoelingsschouw. En hier ligt een spoelingsschouw. Ik hoop dat we het een beetje kunnen zien. Ja, en een spoelingskist. Ja, we kunnen het wel zien. Hiermee werd dus een spoeling naar de boeren getrouwd. Even voor de kleintjes. Even voor de kleintjes. Wacht wel, hè. Die spoeling werd naar de boeren getrouwd. Want het vonden die varkens zo. Hij prachtig. Maar weet je wat nou het erg was? Dit waren de grootste molens ter wereld altijd, hoor. Ja, dit hè? Ja, dit waren de grootste molens ter wereld in Schiedam. Maar de allergrootste is nu weer nieuw gebouwd door Nolet. Die staat allemaal aan het einde. Dat is de allergrootste. Die is nog iets groter als deze, maar nieuwe. Ik rol in die staart. Zeeën. Nou, de rust is, de zee is niet altijd rustig, hoor. Dat is ook alles wel. Onthouden, ik ben het zo maandag op volgende tellen. Ik weet niet hoe het komt dat varkens de kinderen gebracht. Maar goed, de spoeling weer naar de varkens voeren gebracht. Met een spoelingskist en een spoelingsschouw. Maar dit is de woning van de molenaar. Helaas tegen de Nico aangeboden. Hier wil de molenaar Treurnies. De molenaar Treurnies is aan het eind van de oorlog opgepakt. Uitgebeeld, en dat is gebeurd door Schat, Schiedamse amateurtoneel. En toen de nieuwbouw nog niet gebouwd was. En aanstaande zondag, dus morgen geloof ik, heb ik eerder het gebruik met zijn zoon van molenaar Treurnies te gaan varen. Ja. En die heeft gevraagd aan wil jij komen gidsen morgen voor mij? Nou, dat wil ik wel, want naast het feit dat ik... Nee, ik vind een hele slordige vlag, een rommelige vlag. Ik vind het wel hartstikke leuk om dat te doen. Maar die molenaar wonen dus hier, en de molenaar zoon die bestaat dus. We gaan nog even terug in de tijd. En in de periode dat Jan in de zorg maakte plaats van Jan Wolkers en Jan Kreber. En de dames die gingen bos. Hallo, gingen boskus. Kom maar even hier. Dag oma! Ja, dat is een beetje mijn stoel. Gingen boskus gevolgen en in de stand gebracht. En onder leiding van Jan Schavert, die woont in het Kruidenkracht, ja. En met de notenboom en als de ruiter is toen een pand gekraakt, namelijk de Mouterij. En we mogen ze daar zeer dankbaar voor zijn dat de pand gekraakt is. Want daardoor, want anders had je ook zo'n verschrikkelijk nieuwbouwpand komen te staan. Daardoor heb ik hier ook nog de Mouterij staan. Dus we hebben 10 branderijen, 3 molens. Zet je zo een bakkie bij? Kom zo. Wat hebben we nog meer? Alles hebben we nog. En ik heb een beetje afgelopen. Ja. We hebben in Schiedam nog 4 bedrijven die zit. Kunnen. Zit, maar niet slaan. Niet slaan, meneer. Niet slaan. Hij sloeg naar me. Dirkswagen natuurlijk, Rijnbende. Dirkswagen en Uto. Helemaal Jansen alleen. Uto wordt niet meer gebruikt. Maar Uto, dat heeft ook nog een geschiedenis, want op een gegeven moment kreeg Herman Jansen een rekening van de glasfabriek en die was eigenlijk bestemd voor de Kuiper. En toen bleek dus dat de Kuiper minder hoefde te betalen dan hij. Toen was hij zo boos, hij zei nou ik ga mijn eigen glas weer maken, de Uto. Hij stichtte de Uto uit tegenweer opgericht. En dat is het einde van het verhaal. En waar kan ik beter mee eindigen dan een in serie geschakelde branderij? En dat is de branderij van Dirkswagen. Weet klokken en de stiergaten. Dan bijna volhouden. En dames en heren, ik hoop dat u een beetje hebt kunnen genieten. Niet alleen van het mooie weer, maar ook de vele leuke dingen die Schiedam heeft te bieden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag verder. U mag pas op de boot. Wordt leuk! Ja. Die kunnen we terug. Zoek hem even terug op YouTube. Dan kun je... Bedankt voor het bijzonder. Zoek hem even terug op YouTube. Wat kun je daar zien dan? En YouTube.